is natuurlijk een hele lange periode waarin heel veel is gebeurd. En ik vond het ook heel plezierig om dat te vieren. En dat hebben we gevierd zondag. Ik kom uit Kessel. Mijn vader en moeder hadden een boerderij, een pachtboerderij. En wij waren met 10 kinderen thuis. Wij waren met 5 jongens en 5 meisjes. Dus we hebben een heel groot gezin gehad. En daar heb ik heel veel vreugde aan beleefd. Soms was het ook wel eens lastig. Maar dat is toch met heel veel plezier dat ik aan thuis terugdenk. Wij woonden redelijk ver van school en van het dorp in de boerderij. Maar wij moesten voor schooltijd en na schooltijd moesten wij toch werken. En nou, spelen, dat gebeurde wel 's avonds of 's zondags. En in de vakantie dan konden wij rustig ook met mijn vader en moeder met de kar naar het bos. En dan waren we een hele dag in het bos en dat was vakantie voor ons. U bent de enige die eigenlijk naar het priesterschap gegaan is? Ja, ik ben de enige die naar het klooster gegaan is en later priester geworden ben. De anderen zijn allemaal getrouwd. Wat trok u zo aan de kerk? Ik was een van de ouderen. Ik heb 2 broers boven mij. Wat mij toch bezig hield was dat mijn vader en moeder hadden de oorlog meegemaakt. Hadden uitdrukkelijk gekozen om zich te verzetten. En hadden dus hele nauwe banden met het verzet. Ik heb na de oorlog altijd mijn vader en moeder horen spreken over gerechtigheid. Dus hoe het vanuit wat ze hadden meegemaakt. Ze hebben me ook talloze malen verteld. Dus dat ze hoe het moesten onderduiken. Dat ze ons als kinderen, ik in zo'n kistje. Ze hebben mij meegenomen en weg van huis. En dus dat vonden ze zo onrechtvaardig. Dus ze hebben altijd het gevoel gehad dat het om recht ging, om gerechtigheid. Dat heb ik wel heel goed meegekregen van thuis. En op een of andere manier ontstond er bij mij iets al op de lagere school, op de 6e klas. Nou, ik wil eigenlijk wel studeren. Ik wil wel naar het klooster. Dus het is een vreemde gewaarwording. Maar dat was iets, nou, dit wil ik. En uw vader en moeder in het beginsel schrokken van die keuze. Uw broers, hoe reageerden die erop? Mijn broers en zussen, de meeste waren jonger. Dus die waren nog veel kleiner. Mijn oudste 2 broers, die werkten heel snel mee op de boerderij. Dus eigenlijk hebben mijn broers en zussen pas veel later daarover met elkaar gesproken, ook met mij daarover gesproken en ik met hun. Dus wat het voor hun had betekend en wat het voor mij had betekend. En in die gesprekken die wij later hebben gevoerd, hebben wij veel meer waardering voor elkaar gekregen. Zij dat ik mijn keuze heb kunnen maken, maar ik ook voor hen dat zij mij die keuze mogelijk hebben gemaakt. En ik heb ervan geleerd dat het belangrijk is, als je zoveel krijgt, dan moet je niks meer vragen. Dus ik heb eigenlijk alleen maar de behoefte om iets naar hen toe terug te geven. Nou, bent u naar Merkelenbach geweest? Merkelbeek, is dat ook de plek waar u de studie afgerond hebt? Nee, ik ben vanuit Merkelbeek, na 2 jaar ben ik naar het gymnasium in Zenderen gegaan, in Overijssel. Nog veel verder weg van huis. En dan kwam ik eigenlijk maar, een paar keer per jaar kwam ik nog maar thuis. En dat was een grote afstand. Het openbaar vervoer was niet zoals vandaag. Dat kostte veel tijd, het kostte ook geld. En het betekende dus dat ik met kerstmis, met paas en een grote vakantie was ik thuis. Het had ook gevolgen, omdat bij 10 kinderen en ik een van de oudste, de jongste, die zagen mij maar af en toe thuis. En die zeiden wat voor vreemde
man hebben we toch in huis. En zo, maar ook dat is langzaam, maar zeker is gegroeid. Dus dat er zijn er contacten ontstaan. Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik met mijn broers en zussen meegegroeid ben. En zij met mij in de situatie waarin ik nu ben. Terugkijk, dan heb ik 50 jaar lang de samenleving in de kerk zien veranderen. En ja, wat ik vandaag aan de dag zie is dat ook de samenleving verandert. En wat we meemaken, ja, daar heb ik ook soms wel zorgen over. Maar belangrijk is om naast de zorgen die je hebt over de veranderingen in kerk en samenleving ook goed te kijken, wat is belangrijk nu? En vandaag aan de dag vind ik het heel belangrijk om kerk te zijn, maar ook veel meer nog te kijken naar hoe kunnen we groeien naar waardering van mensen. Wie het ook zijn, of dat nu mensen zijn uit de katholieke kerk, of mensen uit de protestantse kerk, of uit de islam, of mensen die op een heel andere manier in het leven staan. Ik denk dat het heel belangrijk is om met waarderen en respect met elkaar om te gaan. En ik denk dat dat zo belangrijk is, want als we dat niet doen, ja, dan denk ik dus dat we een verruwing krijgen van de samenleving, of een verharding, of grotere tegenstellingen. En die hebben we al genoeg in onze samenleving, in onze wereld. Ja, Boksmeer bekend om, hier zeggen ze in het dialect de vaart, de heilige bloedprocessie. Ja. En bekend, twee uitersten bij elkaar, de metworstrennen. En dan is mijn vraag van, toen ze u dat vertelde, wat dacht u toen? Als het over de vaart gaat, vind ik het heel belangrijk, omdat de vaart natuurlijk een hele religieuze traditie heeft, maar ook een heel volksgebeuren is. En beide horen bij elkaar. En nou, dat vind ik belangrijk om dat vast te houden. Dus de vaart is geworteld in dat bloedwonder, eeuwenlang vastgehouden. En dat vieren we, maar dat vieren we met duizenden mensen. Dus dat vind ik mooi. En dat is ook belangrijk. De andere, de metworst, is voor mij met carnaval verbonden. En ik weet wel dus dat aan de metworst gaat een carnavalsmis vooraf. En ja, met plezier en met vreugde vind ik ook dat belangrijk is. Hè? Dus op een hele eigen manier durven stilstaan bij, nou, dat het even iets anders mag. Dat even alles op zijn kop zou kunnen. Hè? En dat we in de viering, in zo'n carnavalsviering, dus dat je ook heel mooi dus dat aspect kunt benadrukken. En de maandag erop zijn de metworstrennen. Nou ja, dan ben ik op het Fortumse veld. Dus dan kijk ik wat er gebeurt. Ik drink een pilsje. Ik zie ook heel veel mensen. En dat is mooi. Daar geniet ik ook van. En dus de metworst bindt de mensen van Boksmeer dus ook. Ja, nou, laten we zeggen, ik heb de indruk dat de metworst niet alleen mensen uit Boksmeer trekt, maar ver buiten Boksmeer mensen trekt. In ieder geval is het altijd een item, op zijn minst op het journaal van Omroep Brabant en vaak ook nog op het journaal van de NOS. En dat is mooi. Nou hebben we 2014 natuurlijk met de carnaval en met bijzondere gebeurtenissen zit de kerk nog vol. Maar hoe kijkt u aan tegen eigenlijk het krimpenval van de kerkgangers? Ach, ja, kijk, je kunt er heel beperkt naar kijken en zeggen, er gaan minder mensen naar de kerk. Ik vind dat het best meevalt. Als je kijkt hoeveel mensen hier in Boksmeer, dus in de verschillende kerkgelegenheden zijn, en als ik die bij elkaar opgeteld, dat is heel veel.
Hoe dat wie gaan dan naar Sint Anna, naar hoe dat naar Madeleine, naar Symfonie, vroeger Elsendonk, in de basiliek, in Sambeek, in Fortum, noem maar op. Dus dan gaat het eigenlijk heel goed. En tegelijkertijd denk ik, ja, dus kijk, we kunnen zeggen, kerk, er zijn misschien minder kerkgangers, maar ik zou ook willen kijken, kerk is ook dat mensen geraakt zijn, ergens voor zich inzetten, betrokken zijn. En dan denk ik, kerk is op veel meer plaatsen. En dat is belangrijk dat we dat ook zien, dat kerk niet alleen die zondag is, maar dat kerk ook op maandag is, als ouders met hun kinderen praten, als mensen op bezoek zijn in het ziekenhuis, als mensen achter de rolstoel van een ander lopen, als er naar Lourdes gegaan wordt, als er activiteiten zijn, is allemaal kerk. Maar 5 jaren in Dordrecht, maar heel veel jaren in mijn leven, in ons leven. Ja, heel hartelijk dank. Je wel, ja. Ook bedankt voor de viering. Ja, ja. Prachtig. Ja, mooi. Hoi, ja, dank je wel. Nog heel lang bij ons blijven. Ja, ja, ja. Ik heb een flauwe kulletje en iets anders, maar dat was een keer. Ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen, wees blij met het leven dat je hebt. En als het lastig is, ja, dan beseffen we ook dus dat ieder mens dat wel een moment heeft of dat er situaties zijn waar we allemaal mee te maken hebben. Ziekte, sterven, lijden, pijn, lastige dingen hebben we allemaal mee van doen. Maar eigenlijk is het leven om toch te vieren met elkaar. En als we het leven niet vieren, dan hebben we alleen maar lastigheden. En dat lijkt mij niet goed. MUZIEK